deze zomer te gebruiken om te doen wat nodig is om onze doelen te halen. Dank u wel. De heer Eertmans heeft nog een interruptie en daarna de heer Kops, als ik het goed zie. De heer Eertmans. Dank u, voorzitter. Ja, ik wil even omhoog in de zeg maar, helikopter, net wat de heer Bontebal bij mij deed, naar de heer Bouke, van de vraag. Hè? Want we zitten met een klimaatakkoord en u zegt er staat veel op het spel. Oké. Dat stellen we vast. Er komt van alles op ons af en dat heeft heel veel invloed op bedrijven, op bewoners, op corporaties enzovoort. Kijk, die fossiele brandstoffen lijken me eindig. Wij hebben daar het idee van kernenergie. Misschien denkt u daar anders over. Dat is een omwenteling. Die is gaande. Maar de tweede punt, de opwarming. U noemt de hittegolven, u noemt de temperatuurschommeling, het hele klimaatprobleem. Denkt u, hoe zou ik hem vragen, denkt u dat, nee, wat zal de bijdrage van Nederland zijn bij de opwarming van de aarde? De heer Bouke. Ja, ik snap de vraag van de heer Eertmans heel goed. Kijk, het is inderdaad een illusie om te denken dat wij het in ons eentje kunnen. En daarom zegt D66 ook, het klimaatakkoord van Parijs is heel belangrijk, is leidend. We moeten hele heldere afspraken maken in Europa. Daar staan we ook voor, daar kent u ons ook van. En tegelijkertijd moeten we in Nederland de verantwoordelijkheid nemen om ook de leiding te pakken om klimaatverandering tegen te gaan. Dus het argument van onze bijdrage is zo klein, als we alles op alles zetten en in 2050 op nul uitkomen, dan nog hebben we nauwelijks als Nederland iets gedaan om klimaatverandering tegen te gaan. Dat is een non-argument, want wij moeten met z'n allen gaan lopen en niet op elkaar wachten. Dus je kunt niet zeggen, weet je wat, het moet in China gebeuren, want daar vindt de grootste uitstoot plaats. Nee, het moet in China gebeuren en het moet hier gebeuren. En ook nog snel. Ja, maar kijk, maar het mag. Het hoeft niet, maar het hoeft niet, maar het is misschien wel nuttig. Nee, kijk, een level playing field is het niet, inderdaad. Dat zal het volgens mij ook nooit gaan worden. En dat maakt het ook zo pijnlijk, vind ik, voor de gedachte achter welke inspanningen wij verrichten en de kosten die we maken ten opzichte van het resultaat. Hè. En daar ben ik toch wel erg gevoelig voor. Dat ik denk, ja, daarmee gaan wij een heleboel op elkaar stapelen waar veel mensen last van hebben en gaan krijgen ten opzichte van een minimaal resultaat. En dan denk ik, dan kan je veel beter inzetten inderdaad juist wel op die andere landen die dus blijkbaar blijven vervuilen en bruin kool of weet ik wat allemaal, oude steenkolenindustrie op poten houdt. Terwijl wij het beste jongetje van de klas zijn, honderden miljarden uitgeven, niet aan onze ziekenhuizen of onze politieagenten of weet ik wat, maar juist op dit. En dat is dan toch een bodemloze put. Ja, ik snap uw ambitie wel, hè? Want ik weet dat dat oprecht is bij u, dat u dat ook ziet. En dat vind ik ook goed dat politici die idealen hebben. Maar ik zie het zoals een totaal, nutteloos vooruitzicht als je kijkt naar het rendement van deze totale operatie. De heer Bouke. Ik hoorde geen vraag, maar ik reageer toch wel heel graag. Want ik waardeer het, laat me dat zeggen, dat de heer Eertmans me uitdaagt en he, de heer Bontebal deed het net ook om een debat te voeren over waar staan we nu eigenlijk voor. Eén voorbeeld daaruit ligt, wind op zee. Van wind op zee werd gezegd, windmolens die draaien op subsidie. Dat heeft kort geduurd en nu verdienen we aan die windmolens. Nu is het slimmer en het kost minder om energie op te wekken met windmolens dan met fossiel. Dus ik weerleg wat het verhaal van de heer Eertmans, dat het geld weggooien is. Nee, het is geld verdienen. De heer Kops. Ja, voorzitter, ik heb een vraag die aansluit op de vraag van de heer Eertmans. De heer Bouke die eindigde zijn betoog met het woord klimaatcrisis. En ik vroeg me af waarom hij zo selectief is. Want aan het begin van zijn betoog noemde hij enkele warmterecords. Kijk eens, daar is een hitterecord en daar ook. Dus kijk, klimaatverandering, moeten we wat aan doen? Nogmaals de vraag, waarom is hij zo selectief? Want, laten we eerlijk zijn, ik heb hier wat cijfers. 30 januari 2021 was bijvoorbeeld in Nederland de koudste nacht in 2 jaar. Een koude record. Januari 2021 een koude record in Spanje. Min 34 graden. NASA, januari van dit jaar, heeft gezegd dat zeeijs aan het toenemen is. Onze eigen Delta-commissaris heeft aangegeven dat de zeespiegel in Nederland gemiddeld 2 mm per jaar stijgt, zoals het al eeuwen doet, en dat ook zal blijven doen. Geen enkele reden voor paniek, zegt hij. Dus waarom is de heer Bouke dan zo selectief en benoemt hij dat niet? Waarom continu die klimaatbangmakerij, de heer Bouke, om mensen op kosten te jagen?
Voorzitter, wat de heer Kops en de PVV steeds doet, en dat doen ze al jaren, dus het is niets nieuws, is wegkijken. Wegkijken voor een crisis die nu gewoon gebeurt. En dan kan u met allerlei cijfers smijten. De data laten zien dat niet alleen de temperatuur stijgt op de hele aardbol, maar dat de effecten daarvan ook zeer negatief zijn. En spreek maar met de mensen in Zuid-Californië of de mensen in Portugal. Nee, wat de heer Kops doet is wegkijken en dat kan en dat mag, maar dat doen wij niet. En we hebben inmiddels wel een hele ruime meerderheid van onze bevolking die zegt nee, we moeten hier iets aan doen. En daar haal ik ook wel mijn drive om hiervoor te strijden uit. Dank u wel. Ja, voorzitter, de pot verwijt de ketel, want de heer Bouke zelf is heel selectief met de cijfers die hij aandraagt. En dan is mijn vraag, als je er dan in gelooft en als je dat klimaatbeleid verder wilt uitrollen, dan heeft de heer Bouke het over Californië, zei hij, en Portugal, dat daar iets aan de hand is blijkbaar. Hoe denkt hij dan dat het klimaatbeleid van Nederland daaraan gaat bijdragen? Dus Nederland is verantwoordelijk voor slechts 0,35% van de totale wereldwijde CO2-uitstoot. Nederland slaat nog geen deuk in een pakje boter. Dus hoe ziet de heer Bouke dat? Al die miljarden die we hier in Nederland verspillen aan klimaatbeleid, waar de burger gewoon voor moet betalen, hoe gaat dat dan bijdragen aan wat de heer Bouke noemt een situatie in Californië of Portugal? Ja, de heer Bouke. Concreet. Ja. Dank u wel, voorzitter. We hebben jaren gewerkt aan een mondiaal klimaatakkoord. Dat hebben we in 2015 bereikt. We hebben met elkaar afgesproken dat we binnen de 1,5 graad doelstelling, of in ieder geval binnen 2 graden moeten blijven. Dat is wat ons betreft leidend. Dat is ook wat Nederland doet. En in Europees verband gaan we daar nog een stap verder. En wat mij betreft gaan we in Nederland nog een stap verder. Dus mijn antwoord aan de heer Kops is, dat is wat Nederland doet. Zowel nationaal als internationaal werken we wat ons betreft snoeihard om onze emissies naar beneden te krijgen. Dank u wel, meneer Bouke. U heeft uw inbreng ook al voltooid. Alle vragen beantwoord. Dan is nu het woord aan de heer Kops namens de PVV voor zijn termijn. Ja, voorzitter. Vooral na deze interrupties. Knettergek is eigenlijk het enige woord dat ik maar kan gebruiken voor het klimaatbeleid, klimaat, energietransitie en alle aanverwante onzin. En het hangt echt van miljarden verslindende hypocrisie en tegenstrijdigheden aan elkaar. Neem bijvoorbeeld het Internationaal Energieagentschap. Zegt heel duidelijk, de komende jaren zal wereldwijd het verbruik van gas alleen maar verder toenemen. Dit jaar met meer dan 3% en de jaren daarna met zo'n 1,5%. De hele wereld gaat alleen maar meer gas verbruiken, maar hier in Nederland moet iedereen, onder andere van de heer Bouke, voor vele tienduizenden euro's van het gas af. Het is gewoon niet uit te leggen. En terwijl in Nederland die paar kolencentrales die we nog hebben, die tot de modernste en schoonste ter wereld behoren, moeten worden gesloten, worden er in Azië 600 bijgebouwd. Waar zijn we dan in hemelsnaam mee bezig? En dan zijn er hier partijen in deze Kamer, zoals inderdaad D66, PvdA, GroenLinks, noem ze allemaal maar op, die zeggen dat Nederland, dat hele kleine landje, verantwoordelijk voor slechts 0,35% van de totale wereldwijde CO2-uitstoot, klimaatverandering moet gaan tegengaan. Het is echt grootheidswaan en tegelijkertijd oplichterij. Klimaatoplichterij.